Bent u er helemaal klaar voor, meneer Brink? He? Wordt een dolle boel. Ja, een dolle boel. Bij ons is recht in de sneeuw. Bij ons is het altijd leuk, het langlopen wat wij met de mensen doen. Is altijd met een glimlach. Hè? Deze gaan heel goed. Vanmorgen hebben we er heel veel van verkocht. Momenteel is het even rustiger, maar ik denk dat we het niet meer aan kunnen slepen. We hadden er 300, hebben we nog maar de helft denk ik nog ongeveer. Dus. Als er morgen nou toch niet genoeg sneeuw ligt? Kijk, als ik een centimeter of 5, 6 heb, dan heb ik eigenlijk, daar kan ik me al in redden. Daar glij ik al. Vanmorgen bij Groningen was het ook allemaal sneeuw, dus dat maakt niet uit. Wat er allemaal bij? U gaat gewoon door. Ja hoor, dat maakt niet uit. Ik vind het gewoon verschrikkelijk weer eigenlijk. Je wordt er niet vrolijk van? Echt niet. Het wordt vanzelf een zomer, hè? Ja, dat hoop ik. En dan komen ze hier bij het raam, een paar skis. En wachten tot we zover zijn en dan is het klaar, hè? De bakker en de melkboer die doen morgen een uur langer over hun route. Dat is heel vervelend. Maar ik hou me er morgen een paar uur langer mee bezig in de sneeuw. Om heerlijk met mensen in te spelen dus. En wat te doen, dat is toch fantastisch. Lekker spelen in de sneeuw. Ja, zo is dat. Laat de sneeuw maar komen, ja. Dan is alles op orde, Piet. Dan kunnen ze komen, hè. Hoe laat moeten we ons morgen melden, meneer Brink? Nou, als we morgen dus beginnen, dat de sneeuw voldoende is, beginnen we vanaf een uur of 10:30. Tot ziens. Nogmaals bedankt, hè.